Het lijkt erop alsof de periode van massa-ontslagen als gevolg van de economische recessie nu echt is begonnen. Zo schrapt Philips in Eindhoven 200 banen op het hoofdkantoor van de lichtdivisie. De vraag naar nieuwe verlichting is flink ingezakt, ook door de malaise in de woningbouw en in de auto-industrie. Philips is al maanden bezig om in de productie te snijden, maar ook het hoofdkantoor is nu aan de beurt. Nou, in de fabrieken vallen al enorme klappen op dit moment, zeker in Nederland. En nu ook op het hoofdkantoor. Dat is de algehele malaise van Philips. Dus het hoofdkantoor gaat ook mee. Het personeel op het hoofdkantoor in Eindhoven wil er niet veel over kwijt. Ook omdat het door de directie is verboden om met de pers te praten. Heren, een vraag. Er verdwijnen hier 200 banen. Wat vindt u ervan, van het nieuws? Geen commentaar. Mogen geen commentaar. Er verdwijnen hier 200 banen. Wat vindt u van het nieuws? Daar mag ik niks over zeggen. Waarom niet? Nee? Ja, dat zijn orders. Dus, ja. Bent u geschrokken? Nee, eigenlijk niet. Dus we hebben allemaal het nieuws gezien. We weten de gevolgen ervan. Dus ja, ook hier. Nu heeft u toch iets gezegd? Toch iets, ja. Goed. Ja, het is niet zo mooi, hè? Nee. Maar ja, het zat er een beetje aan te komen, hè? Ja, hoezo? Ja. 6000 mensen bij Philips weg, dat zullen er hier ook wel verdwijnen. Ja. Dus. U wist het nog niet? Nee, dat echt 200 waren, dat wist ik niet. Dus u gaat even opheldering vragen nu? Ja, kijken of ik iets meer te weten kan komen binnen. Dat kan ieders baan betreffen, in principe. Ja. Dat weet je nooit. Ja. U bent er vrij gelaten onder? Ja, kijk, ik heb een bepaalde leeftijd dat ik zeg van, nou ja, weet het niet. Ook 130 medewerkers van de Tilburgse metaalwarenfabriek moeten vrezen voor hun baan, want het bedrijf is failliet. Ze maken daar onderdelen voor autogordels. Maar ook in de auto-industrie heeft de recessie keihard toegeslagen, dus de kans op een doorstart lijkt klein. En de recessie zorgt ook voor banenverlies bij Tetford in Etten-Leur, waar toiletten en koelkasten voor caravans worden gemaakt. Het bedrijf vroeg bij minister Donner voor 400 man werktijdverkorting aan, maar dat is geweigerd. Het bedrijf moet nu 70 medewerkers ontslaan. We are studying right now to offer our people some kind of arrangement of voluntary base if some people would like to leave. We will see if, for example, in February we're looking at closing down the factory for 2 days and asking our people to take some holidays of their own. En zo is de balans vandaag 400 arbeidsplaatsen die direct of indirect gaan verdwijnen. En het lijkt erop dat we nog maar aan het begin van de massa-ontslagen staan.